Hallo, wie bent u? Salam, mijn boer. Wat heeft u met Spangen? Nou, ik ben er geboren en getogen, dus ik heb alles met Spangen. Als je ziet, het is multicultureel en die mensen die hier wonen, oh jeez, het is zo'n grote familie hier. En het is hartstikke leuk hier. Waarom is dit uw plek? Het is mijn plek omdat ik verschillende bevolkingsgroepen hier zie en we leven als een grote familie met elkaar. En zo hoort het te gaan in Nederland, vind ik. De laatste tijd is er niet zoveel activiteit in de buurt, alleen voor de jeugd, maar Spangen blijven en zal altijd in mijn hart blijven. Ik woon al bijna 4-5 jaar hier in Spangen en ik zie dat er heel veel ambitie is in Spangen, vooral naar de jongeren toe. Ik zie dat er heel veel talenten hier in Spangen rondlopen qua muziek. Ik heb zelf een paar jongeren onder mijn hoede hier zo in Spangen. En we zijn hard bezig met muziek, maar ja, ik krijg helemaal niks van de gemeente. Ik wil een beetje, hoe zeggen jullie, een doekoe om instrumenten te kopen, dat je die jongens gewoon van de straat kan houden. Snap je? Waarom is het uw plek? Het is de beste plek van heel Spangen dus. Waarom heeft u Spangen in uw hart gesloten? Spangen heeft mij denk ik eens hard gesloten. Heeft u ervaring die u heeft meegemaakt in Spangen? De ervaringen zijn slechte, maar ik hoop dat de goede nog gaan komen. Okay, dankjewel voor het interview en tot de volgende keer. Is goed, dankjewel. Waarom heeft u Spangen in uw hart gesloten? Nou kijk, als je even rondkijkt, hè, dan zie je, het is net wat ik al zei, het is multicultureel. En precies hoe mensen horen te leven heb je hier in Spangen. Je hebt geen blank zwart. Iedereen is één grote lekker familie, joh. Dus vandaar. Ik vind het hartstikke leuk. En zo moet het blijven. Zo hoort het in Nederland te gaan.